Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is nu ongeveer 10 uur en ik ga zo naar Kvetja toe. En ik ga een beetje rijden, een beetje borstelen bij Kvetja. Niet heel bijzonder of zo. En daarna haalt mijn moeder me rond 1 uur op. En dan gaan we naar de Applejack. Ja, want er is sale bij de Applejack. Het is van dat kortingclippen, zodat je zelf mag weten waar je korting op legt. Dus dan maar natuurlijk inslaan. Dus op het einde van deze vlog heb je een soort van mini shopvlog. Dus veel plezier met kijken. Drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. Hey, ik ben bij Kvetja, zoals je kan zien. En ja, nou, hi. En ik ga er zo even borstelen. Dus ja, yeah. Let's go. Opzadelen. Tadaa! Wat een knapper deed toch. We zijn nu onderweg naar de bak en we gaan lekker rijden. We gaan gewoon een beetje dressuur doen. Niet al te erg, want ik heb gisteren met Elisa al gesprongen en die vlog hebben jullie als het goed is gezien. Dus geef die vlog ook een likeje als je dat nog niet hebt gedaan. En dan geef gelijk deze een like. Maar we gaan dus gewoon een beetje dressureren. Ja, dat wordt hem. Kvetja en ik, we zijn al klaar en sorry dat ik het rijden niet heb gefilmd. Ja, ik was het soort van vergeten. En Kvetja krijgt nu lekker haar happie. Die ga ik nu maken. En dan ga ik het aan haar geven en afborstelen. Eten. Meer eten. Liefie, je moet je eerst wat losser maken. Zo, geniet er maar van. Met jou afgezadeld en we gaan zo lekker afborstelen. En het rijden ging echt heel goed. Ze was heel braaf, heel fijn aan de teugel op het begin. Op het einde werd ze wel een beetje heet en ging ze onder me doorrennen na het galopperen. Maar tijdens galopperen was ze ook braaf. Dus het ging best wel goed voor normaal. Dus ik ga nu lekker afborstelen en daarna naar de Applejack. Met jou teruggezet zoals je kan zien. Ja, je wilt aandacht. Ga je nou mijn ellebogen likken? Lekker. Ah, nee. Dan wil ze aandacht. Ik heb haar teruggezet en ik ga zo met mijn moeder. En dan ga ik naar de Applejack. Ja, dan krijg ik nieuwe spulletjes. Oh, ze loopt weg. Ze denkt, ik krijg geen eten. Dan ga ik maar. Oh, doei Kvet. Hey, ik ben net thuis en ik heb al gedoucht, zoals je kan zien. En ik ben ook al terug van de Applejack en het was super leuk. En het was gewoon gezellig. En er waren zoveel leuke dingen die ik wil kopen, maar ik heb niet alles gedaan. Ik heb me ingehouden. Dus nu komt een soort van mini shopvlog, niet al te lang, want ik heb niet heel veel gekocht. Dus ja. Nou, in deze tas zitten dus alle spullen die ik heb gekocht. En die ga ik dus nu allemaal aan je laten zien. Laten we beginnen met deze. Oh, deze rijboek heb ik gekocht. Ik zal hem even laten zien. Zo. En hij is donkerblauw-zwartig. En hij heeft een leren zitvlak. En ik heb een nieuwe rijbroek, omdat mijn vorige rijbroek was een beetje warm. En hij begon een beetje te versleten. Dus nu heb ik deze. Dus je ziet, mag ik bij mijn broekencollectie. En hij is van welk merk? Ja, het heeft dit zetje op de achterkant. Ik weet niet welk merk dat is. Dus als je dat weet, zet het in de comment. En deze rijbroek heeft van die
van die glitterdingen. Want ik hou niet van heel veel glitter op mijn broek. Maar een klein beetje vind ik al leuk. En hij is gewoon een beetje basic. Een beetje basic kleur. En hij heeft zo'n hoge rijband. En dat vind ik best wel fijn zitten altijd. En deze rijbroek was €74. Dan als tweede heb ik deze polo van Ariad. En ik had hem al wel gezien op de website en op Instagram en op alles eigenlijk. En ik vond hem eigenlijk best wel mooi. En nou, ik zag hem in de winkel hangen en ik dacht, bam, die neem ik. En deze is, wacht, ik kan ook gelijk hierop kijken. Deze was €55. En ik vind hem heel mooi. En jongens, ja, hij is blauw, ik weet het. Maar ik heb niet alleen een blauwe polo, dus die komt zo. En deze polo past mooi bij deze broek. Want deze zit een beetje donkerblauwe mouwen. En dit is een donkerblauwe broek. Dus ik vind het mooi zitten. En hij zit gewoon heel lekker. En dus deze. Ugh, even het clipje. Dus deze polo van Ariad. En zoals ik net al zei, heb ik nog een polo. Maar die heb ik niet gekocht, omdat ze die nieuwe maat hadden. Maar ik vond hem heel mooi. Maar ik laat wel even een plaatje zien, hier zo. Hier zo ergens, als ik hem kan vinden. En deze polo is rood, zoals je kan zien. En heeft van die hele leuke knoopjes. En hij was gewoon heel erg mooi. En die wou ik het liefst kopen. Maar ze hadden hem niet in mijn maat in die winkel. Dus ze zijn hem nu aan het bestellen op een andere winkel. En als ze hem dan hebben, dan bellen ze mij. En dan kan ik hem ophalen. Dus deze heb ik ook gekocht. Ook nog deze sokken. Deze rij sokken gekocht. Van mijn blauwe rij sokken. Die kreeg een gat in de teen. En ik was één van die twee kwijt. En mijn paarse rijsok was ik ook één van de twee kwijt. Dus ik had dan altijd één blauwe rijsok en één paarse rijsok om de laatste tijd. En dat had ook nog in de blauwe rijsok een gat. Dus het was tijd voor nieuwe. En ik heb de tweede paar van het paarse heb ik al gevonden. Dus ik heb nu drie paar rijsokken. Dus deze. En de reden waarom ik blauw heb, want blauwe polo. En rood is omdat hij dan ook bij mijn andere polo past. Dan hoef ik niet deze alleen met blauw te dragen. En dan, ja, dan kan ik een beetje wisselen. En deze sokken waren €8. And last but not least heb ik dit gekocht. En dat is vliegenspray. En hierop staat tegen stekende stalvliegen op de koe. Nou, het is dus bedoeld voor koeien. Maar waarom ik niet zo'n normale spuitding zoals deze, ja, ik inter wel zoals deze dazenweg. Omdat die zo spuit. En dat vind ik een beetje heel erg eng. En ik heb het al geprobeerd en het lukte wel. Maar een soort van deo, zoals deze, dat vindt ze toch wat fijner. En weet je, als ik vetje aan twijfel, vind ik het ook prima. En hij werkt prima op paarden. En mijn vliegspray was dus een beetje op. Dus daarom een nieuwe vliegspray. En deze was €12. En al deze dingen hebben natuurlijk korting gekregen. Die heb ik er niet mee afgerekend van de prijzen. Want dat moet ik er gaan rekenen. Hopelijk vond je dit een leuke video. Laat een comment achter. Maar, mijn twee briljante kindjes, Jana en Suus, hebben een hele leuke challenge bedacht. Dus jullie moeten in de comments een challenge schrijven. Wat ik met Kvetja of Isabel moet gaan doen qua paardending. En dan trek eens in dezelfde tijd trekken we er eentje uit en dan gaan we die uitvoeren. Dus iedereen, laat een challenge. Het mag zo gek mogelijk zijn. Het mag op Kvetja staan. Mag alles zijn. Verven, dingen, alles en nog wat. En dat kan je in de comments laten. En dan doe dan gelijk ook een duimpje omhoog. En abonneer. Want dat is natuurlijk super leuk. En we hebben al de 50 abonnees gehaald. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dus vergeet niet te liken, te abonneren en te commenten. Doeg! Hold on.